Axel Verhoeven, ik kom uit Erp, Noord-Brabant. Ik ben 38 jaar getrouwd en we hebben thuis een akkerbouwbedrijf. En daarlangs hebben we nog een loonwerktak met gewasverzorging. Het leukste is het telen van de gewassen, maar dan daarlangs het verzorgen van de gewassen, dat is eigenlijk ook dat is gewoon een hobby. Dus dat er allemaal prachtig bij staat. Ik denk wel dat er wel middel achterblijft op een spuit. Maar ik denk op zich dat dat eigenlijk wel meevalt. En dat gaan we eigenlijk nou testen met Pearshade. Pearshade is een middel waar we normaal op de aardappels spuiten voor zonlicht te weerkaatsen. En dat wordt helemaal wit. Dus het resultaat zullen we daar wel zien op de spuit. Ja, uit onderzoek, zowel in Nederland als onze omringende landen, komt naar voren dat het erf en hoe de boer en teler omgaat op het erf met de middelen, dat die wel kan bijdragen tot 50-60% van de hoeveelheid middel die in het water terecht kan komen. Met je Pearshade gespoten hebben, valt toch wel op dat er behoorlijk wat middel op de boom zit. Meer als ik verwacht had. Vroeger toen wij eigenlijk gewoon alleen de spuit schoonmaakten, gewoon tussendoor de bespuitingen, dat was gewoon op het erf, werd er gedaan en dat ging gewoon op de wasplaats. En dat werd gewoon afgevoerd op de watergang, op de sloten. Wij hebben dat veranderd, omdat het waterschap, die had natuurlijk opmerkingen dat wij het op de sloot loosden. En de gemeente, die wou niet hebben dat wij op het riool loosden. Dus ja, wat moet je dan laten? Middelen die worden aangetroffen van Syngenta in het oppervlaktewater, dat houdt in dat de overheid gaat zeggen dat kan niet, dat mag niet meer. Gevolg daarvan is dat onze middelen worden teruggetrokken, middelen worden gelimiteerd. En dat houdt in dat dat een probleem is voor ons, maar tegelijkertijd ook een probleem voor de sector. Want de sector houdt straks in de komende tijd een minder breed middelenpakket over. 2 voor 12 om te schakelen. Er vallen meer middelen af dan dat erbij komen. Niet elk middel wat nu afvalt, daar staan er niet 3 voor in de rij. Dus elk middel wat afvalt, dat geeft een probleem in de toekomst. Een gezonde sloot heeft een levensgemeenschap met veel soorten. Dat zijn er meestal wel een paar dozijn. En dat zijn beestjes en plantjes. Je ziet daar waterflowkreefjes, waterpissenbedden, eendagsvliegen en verschillende hogere waterplanten in terug. Als er steeds meer bestrijdingsmiddelen boven de norm in het water terechtkomen, dan zien we dat die levensgemeenschap steeds armer wordt. En dan veel van die soorten die zullen verdwijnen, waarvan waterflowkreeften en eendagsvliegen de eerste zullen zijn. En dat je op een gegeven moment een armere gemeenschap overhoudt met alleen maar wormen en muggen bedekt door een dikke laag kroos. De teler zou op het erf goed moeten letten, goed zich bewust zijn dat het erf een belangrijke bijdrage levert aan de vervuiling van het oppervlaktewater. Dus zich bewust moeten zijn, hoe ga je om met het middel? Hoe maak je de vloeistof klaar, de spuitvloeistof? Hoe ga je om met restvloeistof? Hoe stal je de spuit na de bespuiting, etc. Wees je bewust dat het erf een belangrijke bijdrage levert aan vervuiling van het oppervlaktewater. Ik vind dat het goed geregeld moet zijn. Puur voordat wij als bedrijf voor de toekomst eigenlijk klaar moeten zijn. Dus ook voor qua milieu. En dan de kinderen die ik heb, die moeten de volgende generatie, die moet ook nog verder kunnen met onze aardbol. Dus ben ik mijn eigen wel van bewust dat we dan iets moeten doen. Zorg dat ook jouw bedrijf klaar is voor de toekomst. Beperk de hoeveelheid restvloeistof en vang waswater op en verwerk dit.
Hiervoor zijn verschillende systemen beschikbaar. Systemen die werken op basis van verdamping en systemen die werken op basis van biologische afbraak. De fytobak en het biofilter werken op basis van biologische afbraak. In de bakken gaat een mengsel van eigen grond en stro en eventueel compost. De bacteriën en schimmels uit de eigen grond breken de bestrijdingsmiddelen af. De capaciteit van de systemen is afhankelijk van de mate van verdamping. De fytobak verdampt door zonnestraling. Het biofilter verdampt met behulp van planten. De aanschafkosten variëren van 1000 tot 10.000 euro, afhankelijk van de benodigde zuiveringscapaciteit. Ook de eenvoudige wasplaats werkt op basis van biologische afbraak. Deze wasplaats bestaat uit een bodem van betonplaten waarop de spuit kan worden gereinigd. Het water met bestrijdingsmiddel loopt af naar een zaksloot met compost, waar het middel wordt afgebroken. De aanlegkosten liggen rond de 3000 euro. Omdat het systeem niet gesloten is, mag het maximaal 2 keer per jaar worden gebruikt. Systemen die werken op basis van verdamping zijn de HelioSec en OsmoBag. Het water verdampt en het middel blijft in droge vorm achter. De plastic folie met het residu kan eind van het seizoen worden afgevoerd als klein gevaarlijk afval. De zuiveringscapaciteit is afhankelijk van de grootte van de bak en de mate van verdamping. Aanschafkosten zijn ongeveer 5000 euro. Informeer welk systeem voor uw bedrijf het meest geschikt is en ga ook aan de slag. Verhoeven heeft zijn keuze al gemaakt. Nou, wij hebben speciaal voor de fytobak gekozen, omdat er bij de fytobak blijft helemaal niks achter. Dus ik hoef niks meer af te voeren naar een chemisch verwerker of wat dan ook. Dus wij doen de spuiten reinigen binnen in de loods. Dan wordt het water wordt daarna opgevangen in een ondergrondse put en die pompt het naar onze bovengrondse opslag. En vanuit de bovengrondse opslag wordt het hier in de fytobak gepompt. En die filtert dat omdat er gewoon aarde met een hoeveelheid stro in verwerkt zit. En dan worden door bacteriën de middelen afgebroken. En dan blijft er niks achter. De fytobak die levert mij financieel helemaal niks op. Kost eigenlijk alleen maar geld van het aanleggen. Maar ik denk gewoon voor de toekomst gezien en voor de sector en ook voor het milieu, dat wij niks meer lozen, dan dat levert mij in de toekomst wel wat op.